zo blij. En ik zal wel weer beginnen. Ik heb alle dagen pret. Zou het nooit meer anders willen. Maar dat heb ik al gezegd. En kom. Aard, ja. Mag ik ook? Tuurlijk mag jij. Wortelpop, ja goed. Ik heb je zo lang niet gezien. Wortelpop. Vertel. Ja, Wortelpop is een festival voor de derde keer georganiseerd bij ons bij de Beerse Bulten. In samenwerking met Mark Haaienma. Wortelpop is een festival voor een gezin. Zijn er weinig in Nederland en we zijn uitverkocht. Hoe kan dat? Ja, er komt dan gave programmering. Op dit moment Woezel en Pip hier achter je. Heb je ze al gezien? Was leuk, hè? We hebben Hakim van Sesamstraat komt. K3. Samantha Steenwijk. Kai van der Voort. Ik weet er nog één. Wie dan? Aard! Ik doe ook nog. Ja, ik mag 2 shows doen. 2 shows. Ja, dat mag ik ook nog gaan doen. Leuk, hè? Maar dit is een serieus evenement, want het is een goede doel evenement. Ja, het goede doel is de Bultje Foundation. Het is een foundation van de Beerse Bulten. Kijk allemaal op vriendvanbultje.nl, want al het geld gaat daar naartoe. En wij willen gewoon alle kinderen... Daar kopen jullie heel veel wortels voor. Nee, niet wortels. Daar kunnen wensen van kinderen kunnen daar mee gedaan worden. Ja, van alles wat. Maar kijk op vriendvanbultje.nl. Wie kent dit muziekje allemaal? Wie herkent het? Ik zou zeggen, ga lekker op de grond zitten allemaal. Ga lekker zitten allemaal. Zoek lekker rustig. Kun je het goed zien, want ze komen echt naar voren. Jongens, zwaai eens even naar de camera allemaal even. Zwaar even, RTV Oost. Expeditie Oost is er vandaag ook, jongens en meisjes. Hoe ga jij deze dag beleven? Behalve heel druk en een beetje stuiterig, maar... Goeie vraag. Op dit moment zeer leuk. Want moet kijken hoeveel mensen er zijn. Kijk even mee. Kijk. Zwaaien, heel leuk. Hallo, kijk, er zitten mensen allemaal. Hallo! Kijk, heel gezellig. Ja, het is heel leuk, want natuurlijk onze campinggasten zijn er allemaal. Maar ook mensen van buitenaf. Dus ja, het is één groot leuk sfeertje en het weer is lekker. Af en toe een wolkje, is wel prettig, maar we hebben het allemaal onder controle. Ik wens jou heel veel plezier. Doe een beetje rustig aan, want de vakantie Regio Noord moet nog beginnen. Dus jij moet nog even. Je moet even een beetje je energie verdelen, hè? Ja, maar de zomer is nog lang. Ja, maar dat komt goed. Daar heb ik gewoon speciale dingetjes voor. Ik heb namelijk een flesje. Dan krijg je wat verkoeling. Is fijn. Krijg je dan heb je het niet zo warm. Lekker, hè? Heerlijk, verfrissend, hè? Ik hou er ook van. Hey, succes, hè? Dag, Expeditie Oost. Doei. Mag ik jou iets vragen? Ja. Jij komt niet voor Woezel en Pip, hè? Nee. Waar kom jij voor? Voor K3. Maar waarom kom jij voor K3? Dat weet ik niet. Vind je ze leuk? Ja. Wat is er leuk aan K3? Want ik heb zelf liedjes thuis. Echt waar? Kun je een liedje van K3 zingen voor me? Nee, kan ik niet. Bewaar je voor straks. Straks ga je meezingen. Ja. Heel veel plezier. Wat heb jij in de hand? Dikkie Dik. Komt hij ook nog? Echt waar? Ja. Ben je daarom hier? Ja. Waarom vind je Dikkie Dik zo leuk? Want ik heb er zelfs ook 2-3 knuffels mee. Echt waar? En ga je proberen hem straks te knuffelen als die komt? Ik wens jou veel plezier. Hey! Een Woezel en Pip, Woezel en Pip, spelen altijd met elkaar. Een Woezel en Pip, een Woezel en Pip, de allerbeste vriendjes van elkaar. En van je 1, 2, jongens kom je spelen dan, alles lekker delen dan. La, 3, 4, altijd zo gezellig hier. Nooit een dag zit met Pie, met Woezel en, oh dat kan harder, met Woezel en. Oh dat kan nog veel harder, met Woezel en.